Diep verscholen achter het Limburgse heuvels ligt de Gulpene Bierbrouwerij. Dit is de Gulpene Podcast, waarin onze directeur Jan Paul verschillende thema's bespreekt met verschillende mensen. Veel plezier! Beste biervrienden, welkom bij deze derde Gulpene Podcast. De eerste twee podcasts zijn reeds online te vinden. En we gaan vandaag de derde podcast opnemen samen met Rob van Wanrooy en Claire. Claire hebben jullie vorige keer ook al kunnen horen van de afdeling communicatie. Maar laten we even beginnen met het voorstellen van Rob. En Rob is ons hoofd technische dienst. Rob, vertel even wie je bent. Hallo, ik ben Rob van Wanrooy en ik werk sinds 3,5 jaar bij deze brouwerij. Als verantwoordelijke voor techniek. We zitten in een lekker spannende periode. Spannende periode. We gaan het over het nieuwe brouwhuis hebben en wat dat voor een impact heeft op ons bedrijf. Wat er allemaal bij komt kijken. Misschien wel leuk om te vermelden, Rob is geboren en getogen Gulpenaar. Net zoals ik dat zelf ook ben. Het is zelfs zo dat we opgegroeid zijn in dezelfde straat. Uiteraard nooit kattenkwaad hebben uitgehaald vroeger, maar we kennen elkaar al een hele tijd. En het is grappig dat je dan in deze fase elkaar weer tegenkomt in het bedrijf hier in het dorp. Maar we gaan even naar het brouwhuis. En we zijn in de eindfase van de bouw. Dus we zijn echt in de testfase en hopen over een paar weken de eerste bierproductie voor elkaar te hebben. Maar we gaan even terug in de tijd, want we zijn in december 2016 echt begonnen met het project Brouwhuis. Toen hebben we de projectgroep opgesteld met vijf personen die daarin zitten namens de brouwerij. Een deel vanuit de brouwerij zelf, dus bijvoorbeeld Steven als brouwmeester en hoofd van de productieafdeling. Ikzelf zat erin. We hadden een paar externe specialisten die er nog steeds bij zitten, die vaker brouwhuizen hebben gebouwd. Maar Rob, jij was toen volgens mij nog niet in dienst, hè, toen we begonnen. Nee. Maar dat was vooral een periode, denk ik, waar er veel gebrainstormd is en doelstellingen geformuleerd waren. Ik ben een echte man van de uitvoering. En toen dat aan bod kwam, toen werd ik ook snel... Toen was je er ook. Toen werd ik snel naar binnen geloodst hier. Hoe lang geleden ben je begonnen met werken? In april 2017. Oh, oké. 17. 18, ja. 19, dat is toch al 3 jaar nu. Oké. Dan zat je al eigenlijk in een hele vroege fase zat je al aan tafel. Hoofd van onze techniek, hè? Dus we hebben een paar collega's die ook in de technische dienst werken. En we zitten nu eigenlijk in de fase dat we echt aan het testen zijn. Maar hiervoor hebben we dus de ontwerpfase gehad. Die heeft best lang geduurd, een jaar of 2,5. En dat we echt de boel op papier uitontwerpt hebben. En daar zitten heel veel ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen in. Hè. Dus we hebben een techniek uitgezocht met een aantal innovaties die zorgen voor 75% energiereductie ten opzichte van het oude brouwhuis. Maar dat is allemaal op papier uitgewerkt. Daar heb jij ook al mee gedacht en mee gekeken. Maar wanneer werd het voor jou nou echt spannend? Welke fase ben jij echt naar voren geschoven, zou ik maar zeggen, en echt aan het werk gemoeten? Projecten van deze grootte ten opzichte van de schaal van ons bedrijf is natuurlijk al enorm. Dus als je zoiets gaat bouwen en mega veel geld gaat uitgeven, een heleboel mensen over de vloer gaat halen, bestaande dingen gaat aanpassen, dat is op zich natuurlijk al spannend en vergt heel veel planning, organisatie, flexibiliteit. Tot nu toe denk ik dat het vrij goed gegaan is totdat corona kwam en we helemaal stilgelegd werden. Ja, omdat de teams die hier werken uit het buitenland komen en terug moesten naar huis. En een heleboel lijkt stilgevallen. Maar we zijn, wanneer zijn we echt begonnen met bouwen, echt dat de schop in de grond ging? Volgens mij, de echte serieuze dingen was juni vorig jaar. Juni 2019, ja. Hè? Ja. En voor degenen die nog niet in Gulpen zijn geweest, de brouwerij ligt aan de Rijksweg, midden in het dorp. En eigenlijk ligt de hele productie van de brouwerij aan de noordzijde van de Rijksweg. Sinds jaar en dag, althans de laatste 195 jaar. Maar we hebben er nu voor gekozen om het brouwhuis aan de zuidzijde van de Rijksweg te bouwen in het oude magazijn.
En dat betekent dat we eigenlijk voor het eerst de productie aan twee kanten van de Rijksweg hebben. En daar moeten we natuurlijk een verbinding tussen maken. Hoe hebben we dat geregeld, Rob? Ja, toen ik in het begin met dit project in aanraking kwam, toen hadden we nog een andere bouwlocatie voor oog, zeg maar naast ons bestaande brouwhuis. Als ik er nu achteraf op terugkijk, krijg ik het Spaans benauwd als we het daar hadden moeten bouwen. ik kan me nog goed herinneren dat we op een vrijdag bij een borrel stonden van de brouwerij en dat Jan Paul me op de rug klopte en zei van we gaan een brug bouwen. In het begin dacht je van ja, die is helemaal gek geworden, dat krijgen we nooit klaar. Maar ik denk dat als je nu achteraf erop daarop terugkijkt, dat een van de beste keuzes is geweest voor de brouwerij en ons heel veel kansen naar de toekomst kan gaan bieden. Uiteindelijk is het toch zo dat we met een bedrijf zitten wat historisch al een verzameling is geworden van de tijd, zeg maar. Allerlei technieken, oud en nieuw. Ja. En als je daarin wilt gaan veranderen, wat Gulpener graag doet, dan heb je ook ruimte nodig. En die ruimte die was er eigenlijk aan de oorspronkelijke productielocatie, als je echt kritisch bent, bijna niet meer. Niet als je brouwerij voor een half jaar uit zou kunnen zetten en iets heel nieuws kunt bouwen, dan zou dat misschien wel kunnen. Maar ja, dat is niet realistisch om dat te denken. Dus ik ben heel blij met deze keuze achteraf. En ik denk dat er ook een iets moois voor is gekomen. Ik denk dat de brug goed past in het beeld van Gulpener. Ja, daar hebben we gelukkig al goede terugkoppeling op gehad. En we hebben zelfs daarvoor nog een uitgebreid onderzoek gedaan of we niet met tunnels konden gaan werken onder de Rijksweg door. Ja. Maar dat werd technisch echt te uitdagend met het lage grondwaterpeil waarin we zitten hier in de Gulpener Vallei. Om het zo maar te noemen. Dus uiteindelijk hebben we inderdaad gekozen voor de brug en heeft gelukkig de omgeving daar ook kritisch, maar positief in meegedacht. En hebben die vergunning vlot kunnen krijgen. Die hebben we eind vorig jaar in de lucht gehesen. Volgens mij november of zo was dat. Ja. Hebben we die op zijn plek gehesen. Ja. En midden in de nacht was een heel mooi zicht. Brandende vuurkorven, een paar kratten Neuburg en veel mensen in het dorp die daar met ons meekeken. En toen is de brug op zijn plek gehesen en op een redelijk grote hoogte, 7, 8 meter hoog. Dus de carnavalswagens kunnen daar probleemloos onderdoor de komende jaren. En dat is echt de connectie tussen het nieuwe brouwhuis dat aan de zuidzijde staat en de rest van het brouwerij. Dus dat is de vergisting, de lagering, bierverwerking, afvul. Dat staat allemaal, blijft staan op de plek. Alleen het brouwhuis, dus de brouwketels, zal ik maar zeggen, waar het verwarmingsproces plaatsvindt, dat wordt vernieuwd. Want ons oude brouwhuis is uit de jaren 60, hè? Mijn opa nog gebouwd. En dat is toch wel echt technisch versleten. Dus het moest vervangen worden. En dat zijn we dus nu aan het doen. Mm-hmm. Dus een brug. Hoeveel leidingen lopen er over de brug? Ik wist niet dat hier strikvragen kwamen. Maar 12 stuks, ja. Ja. En het is, ik denk, de eerste serieuze bierbrug van Nederland, durven we wel met enige zekerheid te zeggen. Hè? Absoluut, de zeker. Enige, denk ik. De enige, sowieso. En ook daarnaast, al was het niet de enige, sowieso het mooiste. Ja. Nee, dus daar zijn we wel blij mee. Dus vorig jaar juni ongeveer begonnen met het aanpassen van het magazijn. Er moesten nieuwe funderingen in, dat was ook een pretje. Ja. We hebben mee liggen worstelen. Er moesten eigenlijk 70 nieuwe palen in de grond geboord worden. En toen bleek de grond toch weer een stuk meer beton te bevatten dan we dachten. Dat is uiteindelijk wel gelukt. Nieuwe vloer erin, waar een brouwhuis op kon staan. En waar ook alle producten goed overheen kunnen wegspoelen. Met de nodige goten. En toen kwamen op een gegeven moment, eind vorig jaar, begin dit jaar de ketels? Nee, eind vorig jaar al, hè, denk ik. Ja, in december kwamen de eerste grote ladingen, zeg maar, van onze hoofdleverancier, zeg maar. Ja, hoofdleverancier is Mura, een Belgisch bedrijf. En een hele grote, wereldwijd actieve brouwhuisbouwer. Echt gespecialiseerd in brouwhuizenbouwer. En die hebben met ons ook het concept ontwikkeld. Daar zullen we in een andere podcast een keer op ingaan. Maar met name het energieconcept. Dat dus die verzorgt voor die 75% energiereductie.
Wat waren voor jou de spannendste momenten qua levering van alle goederen en bouw van het brouwhuis? Want alles staat nu op zijn plek, alles is aangesloten. We zijn nu uitgebreid bezig met testen. Ja. Dus wat was tot nu toe voor jou de meest uitdagende periode? Als ik er nu op terugkijk, ligt dat toch in het plaatsen van de grote spullen. Zoals Jim Paul net al beschreef, hebben we natuurlijk productiegeschikte vloer moeten maken met afwateringssystemen erin. En die vloer moest natuurlijk als eerste klaar zijn om vervolgens op verder te kunnen gaan bouwen. Maar die vloer die beperkte ons ook direct om met zwaar materieel of handige hulpgereedschap om zware artikelen te tillen, te kunnen manoeuvreren. Uiteindelijk hebben we met de partners die wat daarin gespecialiseerd zijn, zeg maar de mammoet van deze wereld, hebben we toch die spullen via een opening in de voorgevel op zijn plaats kunnen zetten. En ja, als dan alles op zijn pootje staat, dan valt er toch een last van je af. Dat zijn mega tanks, hè, brouwketels, watertanks, die echt diagonaal naar binnen zijn geschoven en op zijn plek zijn neergezet. Soms bijna tot aan het plafond komen, een meter of 7 hoog. Dus dat is heel spannend geweest. En het brouwhuis zelf, daar zitten 4 brouwketels in en een kraftstripper, zoals het heet. Een nieuwe techniek die het kookproces vervangt. En in het midden staat nog een filter, waardoor we de lokale granen beter kunnen gaan verwerken in het brouwproces. En daar is ook een soort van verhoging, een werkplateau gebouwd waar je kan lopen. En daaronder zitten dan alle leidingen en dergelijke. Er zit nogal wat bekabeling en leiding in het project, hè? Kilometers. van tevoren zit je natuurlijk alleen maar naar tekeningen te kijken. En dan lijken stukjes leiding of kabel, dan zie je niet zo goed de impact daarvan. Maar als het dan daadwerkelijk uitgevoerd moet worden en mensen dagen bezig zijn, weken bezig zijn om hele leidingtracés aan te leggen met over daken, over bruggen, door gebouwen heen, dan zie je toch dat toch wel een behoorlijke impact heeft en veel werk omvat. Ja, want op een gegeven moment zijn we ook echt van de fase van het bouwen van het brouwhuis zelf. Kom je in de fase terecht dat je het brouwhuis moet gaan aansluiten op de rest van de brouwerij. Dat is volgens mij ook best een spannende fase, hè? Want dan heb je toch te maken met die brouwerij met 195 jaar geschiedenis, waarbij we ook niet altijd helemaal precies weten welk kabeltje ook alweer waarvoor bedoeld was in het verleden. Ja. Dus je hebt de leidingen, je hebt de kabels, alle automatisering die dan aan elkaar geknoopt moet worden. Heb je het idee dat we zitten nu in de testfase, dat proces goed doorlopen is? Achteraf kunnen we pas zeggen of alles natuurlijk heel goed op elkaar aansluit en gaat werken. Planningstechnisch hebben we al behoorlijk wat moeilijke situaties voor onze kiezen gehad. Nu met corona, waar je voor de tweede keer weer al die dingen erbij mag gaan plannen, maakt het misschien nog niet heel erg makkelijk. Maar ik denk sowieso dat in een project als deze, met de omstandigheden als deze, dat flexibiliteit toch je keyword is om er doorheen te komen. En schouders eronder en het beste ervan maken. Ja, wat dat betreft dikke complimenten voor het team die dat echt heel goed oppakken. In deze uitdagende periode van afstand houden en beperkingen. We zitten in de eindfase. We gaan over een week of 2 voor het eerst echte brouwsels maken. Ja. Dus nu zitten we echt in de testfase van alle technieken die er staan. We weten dat de leidingen niet meer lekken. Dat de kabels hun signalen doorgeven. Dus we zijn nu echt de techniek aan het testen. En vervolgens gaan we echt onze eerste brouwsels maken. Dat valt eigenlijk, gaan we dan een tijdje ook dubbel brouwen. Dat wordt natuurlijk ook heel spannend. Hè? Want we blijven het oude brouwhuis bouwen om onze bieren, voldoende bier te produceren. En vervolgens de nieuwe techniek gaan we ook brouwen om die in de vingers te krijgen. En zeker te weten dat het bier ook niet alleen technisch, maar ook smaaktechnisch goed is.
De brouwmeester Steven heeft mij verzekerd dat het bier zelfs lekkerder gaat worden in de nieuwe brouwtechniek. Dus dat is voor mij al een hele geruststelling. Klinkt altijd goed. Ik vind het toch fijn als ik hem een keer voor mijn neus krijg en het ook echt kan proeven. Maar het is natuurlijk een hele andere techniek dan we vroeger hadden. Dus in die zin ook wel heel spannend voor het brouwteam. Van hoe gaat die techniek werken en hoe gaat die grondstoffenverwerkingen. En hoe is de kwaliteit van het brouwsel. Dat natuurlijk een stuk beter wordt omdat het ja, een techniek is die 70 jaar nieuwer is dan de oude techniek van vroeger die we gebruikten. En welke smaken, hoe gaat het bier smaken? Want theoretisch krijg je best een nuanceverschil in de smaak. En het is aan de brouwmeesters, de brouwteam, om daar natuurlijk de receptuur weer zo aan te passen dat het bier minstens zo lekker blijft en misschien ook wel een stukje lekkerder wordt dan het al was. Ja. Dus dat wordt de fase waar we nu mee bezig gaan. Hele spannende tijd. Ook met name omdat we toch al 3 jaar hier aan het trekken zijn aan dit project en nu echt het bier gaan laten vloeien. Voor de eerste over de brug, over de Rijksweg. Dus dat zijn ook echt hele leuke, spannende dingen. Ik denk ook dat je het een beetje moet zien als een soort tweede fase. Als je in de uitvoering zit en je bent zaken aan het opbouwen, dan is het eigenlijk heel erg absoluut. Hè? Je legt een leiding aan en die lekt of die lekt niet. Dus die voldoet of die voldoet niet. Nu we in de opstartfase komen, Gulpener heeft qua inrichting en qua keuzes in het proces denk ik echt zijn nek uitgestoken om er iets van te maken en ons heel veel kansen voor de toekomst gegeven. Aan ons en aan onze brouwmeesters is het nu om deze kansen te gaan benutten en de optimale producten daarmee te gaan maken in alle facetten wat belangrijk zijn voor een product. Voor de consument denk ik qua smaak of qua kwaliteit, maar het is misschien ook nog een kunst om bij die goede smaak en goede kwaliteit dat dan ook nog zo duurzaam mogelijk te doen. Duurzame techniek inzetten is één, maar het dan zo optimaal mogelijk afstellen, dat is dan twee, zeg maar. En dat voor die uitdagingen komen we nu te staan en daar zijn we de komende tijd nog wel mee bezig, schat ik. Dat klinkt alsof we nog wel even wat te doen hebben. Ja. Dat is maar goed ook. Dan hoeven wij tenminste niet stil te zitten. Voor iedereen die hier luistert, jullie kunnen onze brouwerij bezoeken. Wij hopen zo snel als mogelijk ook weer door de brouwerij te mogen gaan met onze rondleidingen. Ons brouwlokaal is te bezoeken, 7 dagen per week. En daar kun je ook de rondleidingen boeken. Lekker eten en drinken, alleen maar spullen uit de eigen regio. Zoals we als brouwerij ook al onze grondstoffen uit de eigen regio halen. 7 dagen per week brouwlokaal open. Zo snel mogelijk weer rondleidingen. En hopelijk ook zo snel mogelijk door het nieuwe brouwhuis. Misschien moet je er wel ook erbij vertellen, een paar voor mensen die wel al hier zijn geweest. Is het misschien nu ook wel echt leuk om nog een keer terug te komen en naar onze nieuwe installaties te komen kijken. Want er is echt iets gebeurd hier. Het is groots, althans wij vinden het heel bijzonder. Wij hopen de rest ook. En iedereen is meer dan welkom. Hartelijk dank voor het luisteren naar deze 3e podcast. Super leuk dat jullie ons opgezocht hebben en we hopen jullie in Gulpen een keer of elders in onze horeca te mogen ontmoeten. Geniet van onze bieren en tot de volgende podcast. Groetjes!